Hallo mensen, tof te kijken naar weer een nieuwe. Mijn naam is Rodney en ik ben hier vandaag in mijn layout nummer 3. En hier staat de UDM Fleet. Zoals jullie vorige week hebben gezien, hebben wij natuurlijk deze gekregen uit onze supply drop. En dit is dus waar we vandaag mee gaan spelen. Dit moeten we even in ons gedachten houden. De Quick Draw, de Extended Max, de Rife Barrel. En natuurlijk als perks Blind Eye, dat we niet worden gezien door van alles en nog wat. Vultures, Shock Sentry, Warden, Air, Micro Turret, noem het allemaal maar op. Dan hebben wij nog Dexterity, dat weet ik. Waardoor je sneller kan herladen en sneller van wapen wisselen. We hebben maar één wapen, dus het gaat nu eigenlijk om het herladen. We hebben nog trekken dat we hier mensen kunnen volgen die op voor ons wegrennen. Dan hebben wij ook nog, ik meen dat ik Dead Silence aan heb staan. Ik weet niet of ik kom. Wat we gaan doen in ieder geval, we gaan proberen een potje Free For All te spelen. We gaan zo ook nog een potje met het andere DLC wapen spelen. Dus met deze, met de RVN. Maar even proberen we het met deze, dus let's go. Hier moeten mensen staan. Oh, ik schrik me dood, man. Ik heb ondertussen al even met de wapen gespeeld. En ik heb dus, daarom heb ik er dus Dexterity op staan. Omdat ik ondertussen heb gemerkt dat dit wapen... Het herladen duurt best wel een beetje lang. Dit is niet het perfecte wapen voor deze map, zie ik al. Godverdomme. Dit is niet het perfecte wapen voor deze map. Omdat het is een beetje een ranged mapje. Het is een beetje een ranged mapje, zoals ik zei. En dat... Het wapen niet en hij is echt vervelend. Dus dat is best lastig. Oh wauw. Oh wat speel je vies. Fuck jou. Dus dit is best wel een map met heel veel lange rechte afstanden. Lol, ik weet niet wat daar gebeurde. Doei. Oh kut, ik moet verladen. Ik moet er altijd rekening mee houden, want dat doe ik eigenlijk veel te vaak, maar dat weet ik van mezelf. Dat ik wat minder herlaat, dat ik kan dat ik natuurlijk, dat het hardcore, dit is hardcore in mijn geval. Dan kan je niet zien hoeveel kogels je nog hebt. Dus dat vergeet ik nog wel eens. Wat de fuck deed jij daar? Überhaupt, wat de fuck deed je? Dat is niet per se het probleem dat je er was, maar oké, okay, staan we vooraan, dat is beter. Dat is al een goed teken. Oh, dank je. Is dit wapen, het is, ik heb het dus al, zoals ik zelf even in dit wapen gespeeld. Het is een best wel lekker wapen. En ik had die wel, fuck jou. Het is een heel lekker wapen. Hij schiet ook lekker door. Alleen je moet, zoals je bij mij ziet, je moet best wel vaak inladen. Dat ik weet dat dit ding weinig kogels heeft. Oké, we lopen gewoon door. Ik doe gewoon alsof ik het niet gezien heb. Ah, ik heb zo'n hekel aan hem. Huh. We moeten echt even daarop letten. Dat we niet de hele tijd vanaf die kant gaan. Dat zijn gewoon de gratis punten die we altijd even mee kunnen pakken. Is die dood? Maar zit het op een andere plek, dat kan ook. Ah, hij wil weer terug naar zijn plekje. Dank je. Dus ik heb het niet aanstaan, maar ik denk dat het wel verstand zijn om bij deze map, om bij dit ding trekker aan te zetten. Omdat je, een scavenger. Omdat je deze, dit weet je, het duurt niet heel lang of zo voordat je de kill hebt. Maar je hebt toch, als je een beetje hard gaat, heb je toch best wel wat kogels nodig. Dus. Ah nee, dat is wel een dingetje. Dat natuurlijk, het is een blijft pistooltje, dus lange afstanden zijn en blijken gewoon heel lastig met dit wapen. En daar kunnen we kort en lang over praten, maar het is gewoon heel lastig met dit wapen. Want het is en blijft natuurlijk een pistooltje. Ah. We staan wel bovenaan. Oké, we staan nu niet meer bovenaan. Ik dacht even dat ik iemand zag. Ah, oké, nou dan niet. Dus, ah nee, god. Dit is best wel een chill wapen, zoals ik al zei. Maar ik moet echt wennen aan dat ik zo, god, hartaanval. Echt elk moment weer opnieuw. Weet je, je kan het best short range pakken natuurlijk. Dit is waarom ik Blind Eye aan heb staan. Want dat soort dingen kom je in hard, kom je vooral in dat natuurlijk. Oh wow, dit kom je natuurlijk in free for all, kom je dat heel veel tegen, die micro turretjes. In Team Deathmatch ook zeker wel. Vlieg. Mikken. Komt er sowieso eentje. Doeg. Oh. Ach ja. Oké, ik moet even op blijven letten, want ik zie dit weer niet voorlopen. Dus we moeten wel even die meters blijven maken. Oh, god. Die was er sneller dan ik had gedacht.
Ik wou echt heel snel draaien, maar dat werd hem dus net niet. Altijd een beetje jammer. Dus. Waar is die? Oh god. Tering, ik krijg soms echt zo'n hartaanval momentje. Oeh. Ah, nee. Ah, dat gaat nu op de week. Het is maar één keer, want het is toch in die ene. Ah, ik heb zo'n hekel aan. Die mensen die overal die shit plaatsen. Ah. Dit is niet een makkelijk potje. Er zitten een paar zitten me best op de hielen. Oh, nee, god. Weet je, dat denk je niet aan. Ik sluit altijd naar binnen. En ik ben dan weer echt zo'n persoon die er dus altijd door gekild wordt. Omdat ik het. Zodat je nou letterlijk. Dat vind ik ook een beetje aan dingen. Dat je een hardcore. Dat je niet. Ik moet er echt mee stoppen. Dan zegt iemand die gewoon kaart gaat winnen, want alleen omdat ik door die tripmines heen slide. Hoe vaak ben ik nu al dood gegaan? Ik sta nu gewoon letterlijk gewoon dik negatief. Oh, wat deed ik daar? Nope, dat gaan we niet doen. Doeg! Dat gaat nooit goed aflopen. Ah, nee. Lelijk, wat lelijk. Ik wil eigenlijk nog wel verwinnen. Dat is, ja, ik ben zo vast de enige zijn trouwens. Dank je. Ah, nee. We lopen 2 kills achter. En ik kom niet, ik zit een beetje vast. Oh nee. Oh nee. Ja, dat is nou een beetje jammer. Ik kom niemand tegen, alleen op die plek waar ik natuurlijk zelf slecht een beetje in mijn nadeel ben. Dat is best vervelend. Ik ben hier nog niet geweest. Dank je. Kom eens terug. Oh nee. Ja, nu loop ik 4 keer achter. Dat wordt hem echt niet meer zo hoor. Nee. Nou jammer, we moeten ons verlies nemen denk ik. Oh nee, ik wou echt net draaien. Dat is zo jammer hè. Ik vind het heel vervelend om verlies te moeten nemen in dit soort potjes. Maar het is toch echt niet anders. Terecht niet anders, dus weet je, ik vind het jammer, want dit zijn van die potjes die ik over het algemeen makkelijk kan winnen als mensen een beetje normaal spelen. Ah. Nou, we zijn zelfs 4e geworden. We hebben de meeste deads van allemaal, dus dat is heel jammer. Hij was datgene die het kan maken. Kijk, als je dan zo'n kill kan maken, dan heb ik het dan een beetje, dan weet ik het ook even niet meer. Dat is toch niks. Ik sta niet in de top 3, dat vind ik heel jammer. Ik zeg wel heel eerlijk dat ik dit een heel chill wapen vind. Hij is zoals jullie zien niet echt gemaakt. Dat is niet echt, hij is niet gemaakt voor long range. Hij heeft best wel wat rieken op lange afstand. Maar op short range is dat ding super sterk. Als je in ieder geval op tijd reageert. Dus, wat we gaan doen. We gaan ook nog een potje spelen met de RVN. Dus dat is deze. Dit is de class die ik ervoor heb. Ik heb daar de quick draw op gezet. De Fusion Max, omdat het natuurlijk een energy weapon is, zoals jullie kunnen zien. Een auto burst energy weapon. Zodat op het moment dat je schiet, dat hij ook zonder dat je hoeft te laden, meteen weer ja, kogels inlaat. Super chill. En voor het script, omdat ik in principe de rest van de dingen een beetje bullshit vind. Dat, weet je, headshots, weet je. In hardcore maakt dat ook niks uit. Op het moment dat je schiet, dan is iemand of dood of hij is niet dood. Dus dat maakt niet zoveel uit. Fusion Max, extended stopping power, weet je, gebruik helemaal niet. Stok vind ik niet handig. Op het moment dat ik richt wil ik ja, heel erg precies zijn. Laser sight heb ik niet nodig, want ik zoom altijd in, weet je, dat soort dingen, weet je, dat is in mijn ogen gewoon de chillste oplossing. Weet je, dat scope best wel prima is, net als bij de andere, dus met deze, is de scope best wel prima. Dan hebben we verder hebben als perks, weer blind eye, weer dexterity, weer tracker en weer dead silence. Gewoon omdat dit in mijn geval in hardcore een hele chille setup is van dead silence. Op het moment dat het dat mensen geen mappen hebben, oké, weet je, je hebt geen map, dat is prima. Maar op het moment dat je iemand ook niet hoort, dan hoor je hem, dan zie je hem, dan komt hij echt uit het niets. Tracker, want dan kunnen we nog steeds mensen volgen.
Blind Diamond, zoals we zeiden. Vulture, Shock Sentry. Die konden net ook even killen. Op het einde probeerden dat. Die zien ons ook niet. Warden zien ons niet. RCRG8 zien ons niet. En natuurlijk Microturrets. En Microturrets zijn worden, zoals je ziet, best wel veel gebruikt. In om free-for-all. Dus ja. Weet je, al zijn het er maar 3 of 4 die je tegenkomt in een potje. Zijn er toch weer die 3 of 4 deaths. Of misschien zelfs meer die je steeds krijgt. En die bespaar je op deze manier. Ik weet dat hier mensen spawnen. Iets was het dan hier? Hè? Ik zou zweren dat hier mensen spawnen. Waar is iedereen? Oeh. Oké. Oh nee. Oh nee, dat is lastig. Dit is lastig, want dit is natuurlijk een burst weapon. Dat is echt een combinatie. Een burst weapon, zoals ik bedoelde te zeggen. En als iedereen niet met burst weapons speelt, dan is dit best wel lastig. Kan ik je vertellen. God. Wat ook nog leuk is aan dit wapen is dat het natuurlijk het heeft een hele mooie... melee versie. Maar het nadeel van deze game is dat je melee weapons eigenlijk amper gebruikt. En dat het gewoon bijna onmogelijk is om met mensen in de buurt te komen. Het is leuk dat het erop zit, maar eigenlijk gaan we het niet gebruiken, verwacht ik. Tenminste, ik heb dat nooit zo aanstaan, dus ik niet in ieder geval. Waar zijn ze? Ik hoorde niet iemand. Ja, daar is hij. Ik hoef helemaal niet te herladen, maar dat maakt niet uit. Oké, even door, even kijken. Het is wel een beetje verdacht rustig. Ik weet niet precies waar de fight is. Ik hoor hier wel geschiet. Of schoten, zoals dat altijd heet. Oh. Dat was scherp. Even kijken natuurlijk. Daar is Trekker dus heel goed voor. Voor dat soort dingen. Want anders hadden we natuurlijk nooit gezien. Want hij was in principe al om de bocht. Nu pak je toch die kills erbij, weet je. Zo. Oh, die hebben we ook nog. Zo, die UAV erbij. Altijd goed. En dan kunnen we zien wat er dus niet wat zit, wat? Hij stond niet op mijn kaart, of ik heb er 3 keer overheen gekeken, dat kan ook. Kutkind. Heel vies, heel vies. Vies spelletje wat je speelt op die manier, man. Ah, zie je wel, ik dacht al dat ik het zag, maar ik wist het niet zeker. Ik ga niet zomaar schieten, weet je. Dan raak je dekmantel. Maar eigenlijk is... Oh! Eigenlijk is het belangrijk om bij twijfel toch te schieten. Want weet je... Ja. Ik weet niet of ik het beter moet uitleggen. Oh, nee. Maar bij twijfel moet je eigenlijk altijd schieten. Want weet je... Die twee kogels gaat niemand dood van. En op het moment dat je die twee kogels niet schiet, ga je er wel dood van. Of als je door een trip aan heen loopt, zoals ik dat ik altijd doe. Dus... Ja. Let op. Oké. Je kan ook om elke... Oh nee, waarom sloeg ik? Ik had die kill makkelijk kunnen hebben. Hij redde zo mijn richtpunt in. En ik deed er niks aan. Oh, dat is zo jammer, hè. En dan laat ik het dan zelf wel weer liggen. Dat is dan niet de schuld van het wapen. Dan laat ik het dan zelf wel weer liggen, natuurlijk. Fijn dat hij... Oh, ja, dat werd hem echt niet. Dat werd hem echt niet. Nee. Zo. Ah, ik hoorde wat, maar ik kon niet zo snel reageren hoor. Sorry hoor. Dat we 5 kills achter op het moment. Dus het is relatief veel, maar het is niet onmogelijk natuurlijk. Ah, zie je wat hij achter me was. Maar ik durfde niet om te kijken, omdat ik niet wist hoe dichtbij dat ding was. Op het moment dat je omkijkt en dat ding zit echt vlak achter je, dan ploft hij letterlijk in je gezicht. Dat ziet er een beetje nieuw uit. Oh, wauw. Jammer dit. Dit is nou jammer. Ik heb zo'n hekel aan die tripmines. Ik loop nu gewoon 10 kills achter. Die gast is degene die in de eerste stap ons. Of zeg maar ja, die gaat best wel hard. En hij heeft nog minder death dan ik. Dus dat is niet zo'n goed teken. Hij werd achter mij geschoten en ook voor mij. Dus ja. Dit is een beetje jammer. Oké, ik kies voor deze kant. Het is altijd een beetje tricky in deze map natuurlijk, maar.
Ik zweer je, die tripmaar zit op een kutplek. Jij zit ook op een kutplek. Ja, jij zit ook op een kutplek. God. Oh, dit is zo lastig altijd, hè. God, echt meteen. Je hoort al dat het ding wordt geplaatst. Ik ben echt iemand die is niet gemaakt voor games met tripmines. Ik kan daar echt niet tegen. Op het moment dat ik iemand zie rennen, dan ga ik hem schieten. Maar eerder ook niet. En hem, ja, oké. Weet je, op het moment dat ik iemand zie rennen, dan ga ik hem schieten. Maar je gaat er niet schieten op iets wat je op een zaakje niet ziet. Wat gewoon stilstaat. Dat weet je. Alles wat, als het loopt, dan moet je het schieten. Wat ik wel chill vind aan het wapen. Trouwens, oh jij weer, vieze camper. Ik denk als een hekel aan campers. Wat chill is aan het wapen, het schiet natuurlijk twee bursts. Maar op het moment dat je twee bursts hebt geschoten, hoef je niet opnieuw het knopje te drukken. Dat gaat wel vanzelf. Dus dat is dan wel weer chill. Doeg. Nee, oh ik heb zo'n hekel hier aan, hè. En wil je snel, dan weet je, ik vergeet toch wel eens dat het twee bursts is. Dan denk je, ja oh, ik spring nog even door. Maar dat kan er natuurlijk helemaal niet. Fuck jou. Ah, nee, er staat er gewoon nog één. Nou, dit blijft lastig hoor. Dat blijft lastig. Ah, ik had hem toch echt wel in zijn benen hoor. Ik weet niet wat die game wil denken, maar... Dat is toch wel een beetje bullshit dit. Ah, nee. Ah, ik ga zo niet lekker. Ik zit de hele tijd maar van, als ik maar raak schiet, weet je. Je hebt natuurlijk maar twee bursts. Het is een hardcore. Is het een beetje hetzelfde principe als een shotgun, alleen dan met veel range. Je hebt één kans om raak te schieten en dan ben je gewoon dood. Maar dat is het hele principe van hardcore in principe. Of je schiet raak en je blijft er leven. Of je schiet mis en je gaat dood. En hardcore gaat zo snel. Dat is echt alles. Dat is het enige wat er tussen zit. Ja, had je me niet eerder moeten schieten, maar had ik je nooit gevonden. Oh. Oh, zit daar ook nog eentje natuurlijk. Ik ben op dit moment ben ik wel derde in ieder geval. Dat doet wel goed. Oh, broer, er komt nog even een ding van boven. Maar natuurlijk. Ik hoop wel oprecht dat ik niet de killcam ben, want ik heb er echt een hekel aan. Dat ik ben nog niet de killcam. Ik heb niet echt een mooie score of zo, maar. Zo. Was nog een kill erbij. Kills zijn altijd goed. Nee! What the fuck gebeurde daar? Ik weet het eigenlijk zelf ook niet precies. Laat het gewoon laten bij, we weten het niet. Dat is misschien gewoon het beste. Nee, oh ja, killcam. Ja, jammer. Kijk, daar komen we hoor. Daar komt hij met de KBA ingezoet. Hij had ik al ingezoet, alleen daar was ik een. Hij zoekt gewoon weer opnieuw op dezelfde plek. Dat ik waarschijnlijk daar kan lopen. Maar wel een mooie kill op zich. Ik vind jammer dat ik het natuurlijk ben, maar weet je, dat hou ik toch altijd een beetje. Oh god. Omdat ik de killcam ben, heb ik dan natuurlijk net niet genoeg kills. En dus daar ben ik natuurlijk vierde. Tuurlijk. Oké, okay. In ieder geval als jullie van deze video genoten hebben, jullie hebben dus gezien dat deze wapens beide best wel chill zijn. Ik vind ze chill, ik had niet super scores, dat weet ik zelf ook wel. Maar, omdat ik, weet je, het blijft toch altijd zo op het moment dat je gaat praten en altijd doen, dan ben je toch iets minder gefocust. Maar dat maakt allemaal niet uit. Ik vind het een heel chill wapen. Het enige nadeel aan dit wapen is natuurlijk, het schiet maar twee bursten. Het voordeel daarvan van de twee beurs wel weet dat je maar één keer hoeft te klikken. En hij gaat gewoon, hij schiet wel steeds die twee beurs achter elkaar uit. Niet steeds als een shotgun weer opnieuw te klikken. Dus dat scheelt wel. Daarentegen, omdat het dus twee beurs is, ja, dus hij blijft gewoon lastig. Hij loopt wel lekker, hij ligt lekker in de hand in mijn ogen. Tot zover als je dat kan voelen natuurlijk. Dan heb ik wel, dat natuurlijk weet je, er staat een melee mode op, dat je dik om elkaar kan splitsen.
Daar heb je in mijn ogen in deze game helemaal niks aan. Dat het gewoon best wel lastig is, eigenlijk bijna onmogelijk denk ik, om bij deze game echt bij iemand in de buurt te komen. Als we even een voorbeeld nemen aan Infection. Daar zitten zoveel mensen, dan kan je uiteindelijk heb je alleen maar biospikes en een knife. Hoe lastig is het dan om dan moet je echt met veel man zijn om iemand te killen? Dat is best lastig. Dus met dit wapen, de kans dat je met mensen die allemaal met wapens lopen, de kans dat je dan een melee kill krijgt met dit ding, is best wel klein. Maar, so far. Daarentegen deze, dit is een heel chill wapentje, ik had hier ook geen wereld te scoren mee. Maar, er zaten sowieso een aantal campertjes in, mensen die heel goed reageerden, echt goed hoor. Maar het ding van deze, van dit wapen is dat het natuurlijk, het blijft natuurlijk een pistooltje, want het staat bij de pistols. Bij de handguns dus. Dus het is en blijft wel een beetje een weet je, het is een short range weapon. Want als we gaan kijken naar deze kan al wat meer hebben. Dit is een wapen die, dit is een burst wapen. Burst wapens hebben over het algemeen toch iets minder recoil, omdat ze natuurlijk minder lang doorschieten. Dit wapen heeft ook best wel wat recoil. Deze gebruik ik eigenlijk nooit en deze gebruik ik eigenlijk ook niet zoveel. Maar deze daarentegen heeft dus, zoals ik zei, niet veel recoil. Maar deze heeft wel heel veel recoil, dat natuurlijk doorzit. Ze schiet helemaal naar boven, dus dat is best wel lastig. Maar daarentegen schiet hij heel lekker. En ik vind persoonlijk dat hij op Frontier heel chill speelt. Ondanks dat er veel rechte banen zitten. Heb je toch bij Frontier net in toch wel meer dan genoeg range voor om dit wapen goed te gebruiken. En wat ook chill is in dit wapen, vind ik persoonlijk, is dat hij lekker klein is. Dat je er heel snel mee kan rennen. Dat hij dus als je met light machine guns rent, dan gaat alles wat langzamer en wat zwaarder. Maar dit is maar een pistooltje, maar een handgun. Dus het gaat heel snel. Dus je kan heel snel door de map heen. En toch is die op short range heel sterk. Dus dat is super chill. En zoals ik zei, weet je, quick draw is een must in deze game ondertussen. Want anders ben je gewoon te laat. Extended Max altijd goed, helemaal. Omdat ik natuurlijk, ja, dat is altijd goed. Maar in hardcore vind ik het altijd chill. Omdat je natuurlijk toch niet weet. Omdat je niet kan zien hoeveel kogels je hebt. Kan je toch nog een beetje sprayen omdat je weet dat je Extended Max hebt. En natuurlijk Right Barrel, omdat je op die manier gewoon, ik krijg gewoon 10 extra range erbij. En de range van dit ding is gewoon net iets lager dan ik zelf hoop. Ja, hoop je, want ja, zo is het gewoon. Dus ik hoop dat jullie van deze video genoten hebben. Doe zeker een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en te reageren op mijn kanaal in de beschrijving of waar het dan ook staat. Het verandert toch wel, dus ik onthoud dat nooit. In ieder geval, als jullie ervan genoten hebben, zeg ik hartstikke bedankt voor het kijken. Zeg ik laters, dag en doei.